Goedemorgen, wij zijn zo net wakker en we gaan nu ontbijten. Laatste ontbijt helaas, want vandaag vertrekken wij naar huis, maar pas 's avonds. Dus dat valt op zich nog mee, want we gaan vandaag nog naar Catania. Opa, ik heb ze trouwens daar in Sephora, want daar ben ik al de hele vakantie op aan het wachten. Dus dat zou wel fijn zijn. Maar eerst ontbijten natuurlijk nu en dan koffers inpakken verder. Het laatste daarin gooien. En dan dan richting Catania choppen. Zo, de kamer is opgeruimd. Mijn koffer staat hier. Die van mijn vrienden is al weg. Die is hier wegbrengen. De handbagage hier nog en een paar spullen wat we nog nodig hebben. Ook de badkamer is hier liggen op mijn tas na. Ik ben nu nog mascara aan het doen. En dan kunnen we vertrekken hier. Helaas. Oh, en nog even iets belangrijks. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar jullie kijken nu gewoon een weekvlog. Ik zit nog in Sicilië op dit moment, maar vandaag vertrekken we. Dus het is een weergereis, dus niet echt veel boeiends meer om te filmen. Dus dan weten jullie dat. Ja? Hebben we alles? Ik denk het wel, hè. Oké. Dan zullen we maar vertrekken, niet? Bye, Britta. Ligt toch niet meer. Dag, mooie zwembad. Hier gaan we dan. Dag, veel te mooie locatie. Oké, we zijn in Catania, een hele klus om hier parkeerplaatsen te vinden, want in Italië kennen ze volgens mij geen ondergrondse parking, dus dat is wel heel erg moeilijk, zeker in zo'n groot stad als Catania. Maar ja, goed, we hebben plaats gevonden, we zijn nu nog even geld gaan wisselen in muntstukken, want dat hadden we niet meer, dus nu op naar de winkelstraat en shoppen. Catania gereden. Er was eigenlijk niet zo heel veel meer te doen. We hadden alle winkels ongeveer al gedaan. We zijn nu naar de luchthaven gereden. We zijn net aangekomen. We hebben onze auto hier neergedropt. En mijn vriend is even binnen nog alles regelen van de auto. Wat er nog geregeld mag worden. En dan gaan we eens kijken of we al kunnen inchecken. En dan nog een paar winkeltjes doen. Iets drinken, iets eten. Dat soort dingen allemaal. Maar ik film het nog wel. We zijn ingecheckt, ik hoop dat jullie mij kunnen horen. We zijn ingecheckt dus en we zijn net door de douanecontrole. En nu zitten we hier te wachten. Het is nu even kijken, hier aan geen klok. Het is nu 5:40 en om 7:55 gaan we pas onze vlieger. Dus het is nog wel eventjes wachten hier. We hebben in de vertrek al zelf op zich heel veel Pokémon's kunnen vangen. Ook heel wel unieke. Ene is wel weggelopen, dat was echt wel balen. Want het is een hele zeldzame, dus ik ga die waarschijnlijk niet meer echt snel tegenkomen. Toen zijn we ergens weer op vakantie zijn. Maar mijn vriend heeft hem dan wel kunnen pakken, dus dat was wel best vervelend. Maar hier is het een beetje minder, de Pokémon. Maar mensen komen hier gewoon een boel naast mij erop alsof ik hier de wacht ben.
In ieder geval, dat mannetje heb ik dus niet kunnen vangen en dat is echt wel kei vervelend. Ik zie hem ook niet meer, dus ik heb er echt op kunnen klikken en toen is hij weggelopen. Dus ja, hij gaat niet meer verschijnen denk ik. En ja, dikke pech gewoon. Hopelijk zie ik hem ooit nog eens terug. We gaan hier nog wat rondkijken in de winkeltjes en dan de vlieger op om 5 naar 8. En hier gaan we naar huis. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en wij zijn zo net om 11:30 wakker geworden. Hadden we het toch wel nodig, want we waren alle twee heel erg moe. Gisteren, wij gaan nu eten en dan gaan wij beginnen aan onze taken die ons nog te wachten staan. Ik moet Pretty Little Liars nog zien. Ik moet dit leuke boek nog meer invullen. Stel scherp, ja, dit. Dan moet ik nog iets bij de RVA gaan binnenbrengen. We moeten nog een bezoekje brengen bij zijn oma en opa. En iets van de bank moeten we nog in orde brengen. Dus er staat nog wel wat op de planning. Maar ik neem jullie vandaag natuurlijk weer mee. Het ziet er dicht uit, moet ik zeggen. Goedemorgen lieve YouTube-familie. Ik ben zo net weer vertrokken naar het werk, want het is vandaag woensdag en de vakantie zit er helaas dus op tijd om terug aan het werk te gaan en geld en vakantiedagen te sparen voor een nieuwe vakantie. Gelukkig is het wel maar een vrij korte week, moet ik zeggen. Het is vandaag al woensdag, dus in feite nog maar 3 dagjes en vrijdag is maar tot 2 uur werken, dus dat is ook wel heel mooi meegenomen. Daar zie je trouwens met mijn airpods, die maken een heel vreemd geluid. Misschien dat daar ook water of een en ander in zit, omdat mijn mama de auto van pas gepoetst heeft ofzo. Dat kan, maar het zou me toch hard betwijfelen. Dat zou nog dus toch wel al de damp moeten zijn met die hitte, maar goed, ik weet niet waar aan het ligt. Ik ga me in ieder geval wat stiller zetten, zodat jullie mij beter kunnen verstaan. Even weten, maar voor jullie heb ik dat graag over. Ik ben dus net een beetje vervroegd gestopt op het werk. Dat is natuurlijk een klein beetje het voordeel dat ik gewoon bij mijn papa werk. Dat is gewoon zo. Ik werk nu volgens IBO-contract bij mijn papa en ik moest mijn soort van uurrooster, zal ik maar zeggen, of uurmaandrooster gaan ingeven bij de RVA. Nu, gisteren zijn wij daar naartoe geweest, maar dat is natuurlijk weer gesloten. Hoe kan het ook anders? Wat is hier achter mij allemaal aan het doen? Mijn papa die had natuurlijk dat contract vermits ik bij hem werk. Die is dat gaan binnenbrengen ook al bij de RVA toen ik op vakantie was. Wouden ze niet aannemen, moest ik persoonlijk doen. Ik ben dus nu naar Tongeren aan het rijden, rechtstreeks van mijn werk. Zodat ik toch nog hopelijk op tijd ben om dat papier af te geven. Want ik denk dat dat simpelweg gewoon is. Ik ben bij de RVA geweest. Heel erg stom moet ik zeggen. Mijn papa wist het niet. En blijkbaar wisten ze het vorige keer ook niet. Want ze hebben het niet tegen mijn papa verteld toen hij daar was. Ik moest dat papier helemaal niet binnenbrengen. Het is enkel als ik tijdens mijn IBO-contract dus eens een dag ziek val of onwettig afwezig of eender wat. Dan pas moet ik dat inbrengen. Maar eerder niet. Dus ik ben voor niks vroeger gestopt. Nu op zich helemaal geen probleem. Dat is nooit erg natuurlijk.
Ik ben even doorgereden in Tongeren naar het T-Forum en ik ga hier dadelijk bij de avond al wat versiering halen. En ja, leuke dingen voor het feestje van vrijdag. En misschien ook wel even de Big Bazaar in voor wat lekkers halen. Oké, ik heb net de finale gekeken van Pretty Little Liars. En oh my god. Ja, ik wist natuurlijk al dat er iets ging gebeuren met Spencer. Daar was ik wel. En dat Allison zwanger was, dat wist ik dan ook. Maar ja, oh my god. Wat een finale. En ja, het is weer een open einde. We weten nog niet wie AD is. Ja, nu kan ik echt niet meer wachten tot april. Nu wil ik het echt zien. Oh my god. Even bekomen met andere YouTube-filmpjes. Goedemorgen, ik heb deze morgen ja, nog niets gezegd. Hoewel ik wel op het werk ben geweest. Ik ben terug in de auto gesprongen. Omdat ik ja, terug naar huis moet. Ja, het is niet van moeten, maar... Of ja, het is wel van moeten, maar het is niet omdat ik het wil. Het is omdat mijn papa dat gevraagd heeft. Want de chauffeurs die rijden vandaag niet. Beide konden ze niet, wegens bepaalde omstandigheden. En ja, hebben ze niemand die dus het werk naar de tandarts brengt. En vermits mijn mama vandaag toch richting de kanten van Hasselt zijn truiden moet, gaat zij even rondrijden. Maar zij moet voor middag nog werken zelf. Dus zij kon het werk niet komen halen in Maasmechelen. Dat is toch wel een eindje voor haar. Dus breng ik het maar even naar huis. En dan mag ik daar ook blijven thuis. Totdat mama terug is van het werk te brengen. Dat vind ik op zich helemaal niet erg. Komt best wel goed uit in feite. Want ik moest nog foto's en zo afdrukken voor het feestje. En ja, ik moest zijn cadeau nog ineens stoppen. Of ja, ineens stoppen. Ik moest er een tekstje rondmaken. En ja, er dan nog ja, iets leuks van maken voor zijn kaart. Want ja, een echt cadeau heb ik niet. Of ja, nu nog niet. Hij krijgt dat wel. Dus dat moet ik ook nog in orde maken. En ja, ik moet kijken wat ik dan nog allemaal moet gaan halen en dat soort dingen. Hier ben ik. Ja, we zullen wel zien. In ieder geval, ik ga ja, sowieso werken voor dat feestje. Al die dingen in orde brengen. En als ik dan nog tijd over heb, dan maak ik nog wel een filmpje bij mijn vriend thuis. Dus komt helemaal in orde. Zo, ik ben net thuis en Kegensvier licht. Hey, Kegensvier licht. Waar is het dan? Hey, Luna. Hey, Luna. Zo, ik heb net wat foto's afgedrukt van mijn vriend voor op te hangen natuurlijk. Want er komt morgen ook iemand drie deuren brengen. Dus die gaan we ook voor zijn deur zetten. Ja, die gaan we dan versieren met ballonnen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, heel erg goed. Maar morgen zien jullie natuurlijk het resultaat. Zo, de werkdag zit er alweer op. Ik hoop dat jullie mij toe kunnen verstaan, want de airco staat hier gewoon volle bak op. Omdat het echt wel nodig is. Het is vandaag echt super warm. Ja, mij horen niet klagen, want ik hou ervan. Maar ja, airco is dan wel toch welkom als je dat hebt. Ik ben nu dus op weg naar huis en daar ga ik natuurlijk verder voorbereidingen treffen voor mijn vriend zijn verrassingsfeestje van morgen. Ik moet nog een Spotify afspeellijst maken en een paar foto's in een plasticje steken en dan morgen ook nog. Want ja, die foto's van toen ik klein was heb ik natuurlijk aan mijn schoonmoeder moeten vragen, die had ik niet. Dus die kan ik morgen pas afprinten en in een plasticje steken. Dus ja, maar ik ga wel zoet zijn met die Spotify-lijst. Die jaren. Zullen we maar eens gaan kijken erin, hè? Wat is schoen even aangevangen? Ja, we gaan eens kijken. Mijn volgers kennen schoen wel niet. Ja. Een kameraad van ons. Voor mijn schatje zijn 30ste verjaardag. 30 jaar al. Mm-hmm. Jij hebt die een oude bok genomen. Een oude bok. Ja. Ik ben er blij mee. Grappig. Voor een onkel Pieter Jan zeg. Doe hem maar open.
Ja, dan moet het mee thuis. Ga je het open doen? Ja, voor onkel Pieter Jan. Doe maar open. Oh. Hier, trek hier maar. Zo. Ja, trek maar. Ja, zo. Nog. Hij mag erop gaan zitten. Dat was het zenuwachtig. Ja? Allerliefste schatje, allereerst een dikke proficiat met je 30ste verjaardag. Ik heb geen echt cadeau kunnen voorzien, aangezien het nog niet in de winkels ligt. Toch weet ik dat je dit graag had gehad, vandaar dat je de Google Home op mijn kosten mag aanschaffen zodra deze uit is. Bij microfoon. Wow. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wauw, wat klink ik opgewekt. Ik ben ook wel heel erg opgewekt, moet ik zeggen. Het is sowieso al vrijdag, we mogen vandaag weer eerder stoppen. Ik ga eerder stoppen, ik bedoel, het werk eindigt gewoon vandaag om 2 uur al in plaats van om 4 uur. Maar het ligt vast, het is iedere vrijdag zo. Maar het is iedere vrijdag weer heel erg leuk altijd. Want ja, dan ben ik toch wel vroeger thuis. En vandaag is natuurlijk ook het verrassingsfeestje voor mijn vriend, die gisteren dus 30 jaar is geworden. Mijn vriend heeft denk ik nog niks door van straks. We hebben van alle dingen wijsgemaakt en ik denk dat hij het aanneemt en dat hij alles gelooft. Dus dat is goed tot nu toe. Natuurlijk, ja, ik hoop het in ieder geval. Want hij kan natuurlijk ook zelf doen alsof hij er niets van af weet en het toch weet uiteindelijk. Dan zou mijn verrassing wel een beetje in het water vallen. Maar ja, goed, hij zal er alsnog heel blij mee zijn. Hoor, daar niet van, dat weet ik ook. Het zou toch mooier zijn als hij echt oprecht verrast zou zijn. Ja, goed. Dat zullen we straks wel zien. Ik moet eerst natuurlijk ervoor zorgen dat mijn vriend rechtstreeks van het werk naar de plaats gaat waar wij hebben afgesproken om te eten. Ik heb dat om een redelijk vroeg uur gezet in de zin van kwart na 7. Normaal is hij meestal om 7:30 pas thuis van het werk. Dus ik hoop dat hij dan zegt van, ah ja, dan gaan we rechtstreeks. Ik ga dan rechtstreeks op naar daar en hij komt van het werk af naar daar. En dan gaan we mijn auto ook bij mijn thuis zetten, want bij hem op de straat zal het wellicht te druk zijn met de auto's. Dus dan winnen we ook nog wel wat tijd. En dan om 8:30 zijn de gasten bij, dus zijn thuis, waar het feestje plaatsvindt. En ja, iets later moeten wij dan aankomen. Zo, ik heb dus net gedaan met werk. Het is 2 uur geweest en ik ben nu op weg naar Vlameer, waar ik woon. Toen hebben we alles klaar zetten voor het feestje natuurlijk, hè, want ja, daar heb ik echt wel heel veel zin in. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de reactie van mijn vrienden en zo. Dus ja, ik hoop ook dat mijn heel plannetje gaat lukken, maar dat zien we dus nog wel. Zo, ik ben zo net klaar. Ik heb me als een sneltrein klaargemaakt. Ik ben daar gewoon samen gedaan in een ja, tonnetop. Ik heb mijn wit topje aan en mijn tutu natuurlijk van de tutu shop. Dus die heb ik aan. Ik ga nog mijn schoenen onderaan doen, mijn handtas klaarmaken. En dan ben ik door, want mijn vriend, het is gelukt, die komt rechtstreeks naar Laanaken waar we iets gaan eten. Dus Oké, ik ben net even naar de zee gegaan. Wij zijn net klaar met eten. Het is nu 8:45, komen de gasten aan. We gaan beginnen met drinken, afrekenen. Mijn auto bij mij thuis zetten en dan gaan we naar het feestje. En schatje, vertel eens tegen mijn... Wat zei je geworden? Sorry, het is ondertussen. 30! Zeg eens wat je gisteren gekregen hebt als cadeau? Gereedschap. Ja, dat ook. Van schoon, zus en broer. Ja, van uw zus en uw schoonbroer. Kunnen we goed gebruiken in de bouw. Wat heb je van mij gekregen? Buiten het etentje? Nog niks. Ja, vertel aan wat je gaat krijgen. De kijkers moeten het weten, die zijn nieuwsgierig. Want ik heb een nieuwsgierig
gemaakt. Ik heb hem gezegd dat ik iets had, maar dat ik nog niet ging vertellen wat. Dus, zeg het. Een Google Home Assistant uitkomt. En zei eens even kort wat het is, want die kennen dat waarschijnlijk. Een soort van box in je huis waar je in een kamer zet en daarmee. Een bolle bolle, of is dat niet scherp? Joehoe! Daarmee kun je Google Assistant. Ja, je moet dus zeggen bijvoorbeeld: oké, Google, wat is het dichtstbijzijnde pizzeria? En dan kan die zoeken en dan geeft hij een naam. Ja, maar dan werken we bijvoorbeeld samen en, met. Oké, Google, doe alle lichten uit. En dan doet hij alle lichten uit. Ja, werkt samen met Domotica. Een soort van Domotica, ja. Google Agenda. Inderdaad. Oui. Daar is hem toch. Ah! Thomasje! Hey Tim! Wat wil hij nu die scherm stalen? Wijf, kijk! Hoe cool is dat? Dat is cool, hè? Ja, waar wil ik hem parkeren? En ik wist dat. Op het strand, hier. Kijk hem binnen. Jongen, hier is. Oh. Krijg nou Pieter aan een kusje? Hè? Huh? Han, verras? Heel verras. Ik heb goed kunnen zwijgen, hè? Oh my god, je dank je respect, man. Echt, oh, maar ik had. Ik had buikpijn aan het naar hier rijden. Oh. Gaan we eens binnenkijken? Oh. Ja. Ja. Gaan we binnenkijken, Anne? Kom. Kijk, hier. Lang zal leven, lang zal leven, lang zal we leven in de gorilla, in de gorilla. Zo, we zijn net thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb vandaag helaas niet gevlogd, maar vandaag is ook niet heel veel gebeurd. Ik heb vooral aan mijn blog gewerkt, dus ja, niks speciaal om te filmen natuurlijk. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!